We gaan hier een smoothie maken. Als ik een vraag stel trouwens, eentje antwoord, hè? Niet allemaal tegelijk. Weet jullie wat een smoothie is? Ja! Vertel. Een smoothie is, ja, fruit. Een fruitdrankje, helemaal goed. Goed, nu gaan we een smoothie maken met een aantal ingrediënten. En die ingrediënten zijn... Banaan. Waarvoor is banaan goed? Heel lekker, dat vind ik heel mooi, want dat is sowieso voor de vitamintjes. Want wat zit er in banaan waardoor het nou zo goed is? Koolhydraten. Koolhydraten, wauw! Supergoed! Heel goed. In fruit zit er sowieso suiker. Maar zijn het goede of slechte suikers? Juist. En in suikerklontjes zijn? Heel goed. En in die bananen zijn? Slechte, heel goed. Maar alle suikers... In fruit zijn... Oké. Hey, let op. In banaan, heel goed, zitten koolhydraten. Dus banaan doen we erin. Wat doet koolhydraten? Koolhydraten geef je... Ja, vertel. Wauw, dit is echt een geniale kerel. Hey, kun jij hier staan? Ging ik even voelen zo meteen. Koolhydraten geef je energie. En energie heb je nodig om te presteren. Dus als jij moet voetballen, of iets anders, moet je energie hebben. Of als je een proefwerk moet maken, heb je ook energie nodig. En dan zijn bananen heel goed. Goed, bananen gaan erin. Hey. Kiwi. Kiwi. Wat is er goed aan kiwi? Kiwi. We gingen eens